workshop Sari Draperen, die gisteravond in het Lalaroek-gebouw is georganiseerd, moet ertoe leiden dat het immaterieel cultureel erfgoed van de Hundistanen niet verloren gaat. Dus ik zet mijn punt van mijn plooien. Stop ik daar. Dus vanuit de rechterkant. Je rechterhelft, daar zijn de plooien. Twee groepen van bijkans 30 personen, veel jonge vrouwen, maar ook iets oudere dames, hebben enthousiast geparticipeerd. Sadhana Mohan, docente van dansschool Satrani, liet aan de dames zien hoe een sari gedrapeerd moet worden. Ik wilde niet dat iets achterop heen. Dus als we die plooien hebben gemaakt, doe je dit. En pak je tot de helft. Zorg ervoor dat alles achterop strak getrokken wordt. Ja? Ja? Dan ben je op de helft en heb je plooien gemaakt en je kan je plooien houden. Ja? Ja? Ja, ja. Ja, ja. Je blijft beter aan de gebruiken en je trekt strak. Ja. Zodat de achterkant strak is. Ja. Ja. Dat we allemaal zo mooi hebben. Je kent je hier, hè? Ja? En dan pak je je plooien en dan gaat dit. Op je linker schouder. Ja. De sari is een typisch Indiaas klederdracht die door de Hindoestaanse migranten is meegenomen naar Suriname. De sari bestaat uit een lap stof van 5 tot 7 meter lang en 1 meter breed. Mohan toont de dames hoe zij hun sari moeten opvouwen. Pak nu weer de onderkant van je aartje. De onderkant. Oké, okay, weet u is makkelijk om te weten waar de onderkant is, waar de handen zit. Dat is de onderkant. Weet iedereen is de onderkant waar die borden is, toch? Ja, ja. Ja? Ja. Oké, je hebt wel geen borden, maar... Ja. Linkerhand, onderkant. Want dan check ook even dat niets hier is gedraaid. Dat je straks de aardje hebt en de buitenkant. En de binnenkant buiten. Heb je dit? Dan gaan we weer een keer mee te spelen. Ja? Ja. Oké. Mensen die dit keer links willen. Linkerhand. Linkerduim, linkerpink. Ja? En dan hebben we weer hetzelfde. Dan ga je naar binnen. We gaan weer de plooien maken. Ja? Sadhana Mohan, docente van de workshop Sari Draperen. De workshop is georganiseerd om ervoor te zorgen dat de sari, die immaterieel cultureel erfgoed van de Hindustanen is, niet verloren gaat.